Mevrouw, goedemorgen. Wanneer wilt u gevaccineerd worden? Als er was. Oké, gaat u daar. Goedemorgen, wanneer wilt u gevaccineerd worden? Ja, dan mag u daar plaatsen. Ja. Astra, dan mag je daar. Ja. Wanneer wil je gevaccineerd worden? Ja. U wilt naar Sinopharm? Chinees waar? Ja. Oké, okay, dan mag je plaatsen. Maar u ook? Chinees. Ja, dan mag u ook hier aan deze kant. Dat is niet goed. Een beetje, hè? Dok, vandaag staan we in OCR. Ik heb gemerkt dat men mag kiezen. Yes, de mensen hebben heel lang gevraagd, ik wil keus. Nu hebben ze keus. Als ze binnenkomen, wordt ze gevraagd, wil je het AstraZeneca-vaccin of wil je het Sinopharm-vaccin? En dan vorm je die rij. De Chinezen. Ja, oké, okay, dat staat u goed. De Chinezen. Ja. Waarmee wilt u gevaccineerd worden? Sinopharm. Dan kunt u hier ook achter deze meneer plaatsnemen. Is dit de eerste plek waar dat mogelijk is? Nee, we hebben al proef gedraaid in POC de afgelopen twee dagen. Dat ging helemaal goed. Dus dit zijn nu de enige twee plekken, OCR, vandaag. En POC waarbij je dan de keuze hebt tussen AstraZeneca en Sinopharm. Ik begrijp het, omdat het de twee vaccins, wat human resources betreft, moet je dan genoeg hebben om dat volledig te scheiden. Je wil niet hebben dat men per ongeluk verkeerd belandt. Dus het moet gescheiden zijn. Daarvoor heb je dubbel zoveel personeel nodig. Dus we kunnen het ook niet overal gaan doen. Omdat heel veel plekken en ziekenhuizen en polies teruggaan naar hun oude capaciteit. Dus ze hebben steeds minder mensen ready of vrij om te vaccineren. Met. Moet je wat met checken. Jam, jam. Maar kun je deze pak in naar de observatie gaan. Dank u wel hoor, dat je daar. Nou kijk, de wereld, gezondheidssituatie is inderdaad drastisch aan het veranderen. En we moeten afgaan op de deskundigen. Ik ben in ieder geval blij dat veel meer mensen bewust worden dat het wel nodig is om je aan recht en regels te houden. Uiteraard blijft het een individuele besluit. Ik heb een medisch team en na goede deliberaties hebben zij medische argumenten aangegeven waarom zij adviseren om wel te vaccineren, maar dan met Sinopharm. Ik voel me goed. Ik gebruik mijn Oostodressie, dus ik voel me goed. Wat drink je precies? Wat ik drink? Ja. Ik drink papayablad met veel gember, met zuur oranje. Ik drink vitamine C, ik drink vitamine D, ik eet moringa, ik doe wat aan fruit. Ik heb zelf zoveel gedronken dat ik geen mensje kreeg van dat ding, dus ben ik een beetje gestopt met zuur. Dus je moet de zaak ook niet onderschatten. En belangrijk is dat je zoveel als mogelijk houdt aan de regels wanneer je ergens komt. Maar de immuun, je moet zelf zorgen voor het verder opboosteren van je immuunsysteem. Alles goed met uw first lady, u houdt uw arm, uw schouder vast. Ja, je voelt een klein beetje spanning daarom, een beetje masseren, that's it. Waarom heeft u voor Sinopharm gekozen? Omdat Sinopharm op een traditionele manier is gemaakt. De anderen moeten nog uitgetest. Dus je bent heel erg voorzichtig. Het liefst wil ik het niet nemen. Maar ik ga wel ervoor voor een traditionele manier. Jama, thank you. Dank je wel. Ja.
waarom heb je je laten vaccineren? Omdat ik woon in een huis met ouderen. Dus ik vind het wel belangrijk. Ik ga ook niet zoveel op straat, maar ik vind het wel belangrijk dat je een support system met elkaar heeft. Ook voor mezelf, voor mijn eigen gezondheid, maar vooral voor mensen om me heen. En ook dat we er allemaal verder kunnen gaan met, het, met hoe de wereld in elkaar hoort te zitten. Dat we allemaal kunnen bewegen en reizen of whatever we allemaal moeten doen. Zodat we niet allemaal per se op lockdown horen te zijn. Wat zeg je aan collega-artiesten? Ik zeg sowieso tegen alle artiesten om zich te laten vaccineren. Want uiteindelijk, het vak dat we in zitten gaat met het entertainen van mensen. En je kan ook zoveel doen via social media. We gaan weer echt naar het normaal moeten gaan. In bijzijn van anderen en shows kunnen doen. Dus ik vind dat we... Ik zeg tegen alle artiesten om zich te vaccineren. Dat zeg ik zeker. Zo, waarmee hebben jullie gevaccineerd? AstraZeneca. Maar waarom hebben jullie voor AstraZeneca gekozen? Nou, wij hebben eigenlijk geen moeite met wat voor merk. Ja, we moeten gevaccineerd zijn, we moeten gezond zijn. Ik ben toch blij dat ik het heb genomen. Ja, je bent toch ook een beetje zeker, weet je toch? Dus vandaar. Voor AstraZeneca? Ja, A2D1 met ik. Midi IT Young. Ja, dankjewel. Zijn die je kon vaccineren? Nou, mijn vleden als ik iemand mee kon vaccineren. Ja, boom. Yes. Wie wordt tweede prik? Ja, dus na nu. Ja, van nu. Prikje. Wat heeft zij gekozen? AstraZeneca. En die witte auto? Sinopharm. En die zwarte auto? Sinopharm. Ja, we zijn klaar.